Zo, goedenavond, dames en heren. Ik ben ietsje later dan dat ik had verwacht. En daar had ik een hele goede reden voor. Zo, goedenavond, dames En en heren. dat ga ik jullie zeker ook nog vertellen. Maar dat komt op een ander moment even. En ik hoop dat jullie dat geduld even kunnen opbrengen. De reden is erg goed, maar dat komt. Goed. Ik zie dat jullie al flink wat spul in de comments hebben gedaan. En dat is goed. Ik vind het ook heel grappig dat jullie, of nou heel grappig, heel lief dat jullie zo verschrikkelijk hard op zoek zijn geweest naar mijn telefoonnummer. Blijkbaar weten sommige mensen dat inderdaad dat je mijn telefoonnummer heel makkelijk kan vinden. Maar dat is inderdaad zo. Goed. Ik hoor graag van jullie zo meteen wat de vragen zijn die ik voor jullie kan gaan beantwoorden. Want dan kunnen we zo meteen daar eens naar gaan kijken. Wieners in de buurt heb. Wieners. Ik ga gewoon direct beginnen. Dus stel je vragen in de comments en dan ga ik ze zo meteen gewoon aflopen. En ik zie dat de eerste vraag hier is bij de relatieve atoommassa, het massagetal of de atoommassa moet gebruiken. En daar kan ik heel kort over zijn. Dat is de atoommassa die je daar gaat gebruiken. Dus je kijkt dan naar bladzijde nummer 25 van je BINAS. Hoe heet het? Tabel nummer 25 van je BINAS. En je doet de atoommassa vermenigvuldigen met het percentage waarmee die voorkomt in de natuur. En het massagetal, daar doe je in principe verder niet zo heel veel mee. Ja, die kun je gebruiken op het moment dat je het aantal neutronen gaat uitrekenen van een bepaalde isotoop. Nou, dat lijkt me weinig moeilijk. Dan zie ik dat Nienke een vraag stelt over vraag nummer 11. En ik ga even kijken. Wat die vraag ook was. Oh, die is mooi makkelijk. Oké, okay, komt ie aan. Hop. Vraag 11 is redelijk makkelijk. En hij is heel flauw ook, dus waarschijnlijk vinden jullie hem niet heel grappig, maar ik vond hem vooral heel lollig om hem in de oefentoets te stoppen. Nou, kan ik ook typen? Ja, ik kan ook typen. Goed. Om een molecuulformule op te schrijven, daarvoor heb je het volgende nodig. Hoeveel atomen van iedere soort er in de moleculen zitten? Dus stel ik heb het over water. Oh, iets groter letters allemaal. Stel we hebben het over water, dan is de molecuulformule van water natuurlijk H2O, waarbij we het tweetje natuurlijk in de lagere ding typen. Als ik nu de molecuulformule vraag van het molecuul hierboven, dan moet je zo dom als het klinkt, alle moleculen tellen of alle atomen tellen van ieder atoomsoort. En dan kun je hem vervolgens erop zetten. Nou, dus als je dan even simpel meetelt, dan kun je hieruit denk ik wel makkelijk komen. Namelijk, ik zie 1, 2 broompjes, voor de rest nergens. Dus dat betekent dat ik Br2 heb. Dan kijken we eventjes naar het aantal zuurstofjes wat ik kan tellen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik kom niet verder dan 3. Ja, dus O3. Dan het aantal haartjes, bijvoorbeeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 en 4 is 16. Dus dat is H16. En dan tenslotte het aantal C'tjes. Het aantal C'tjes, dat is gelijk aan, nou ja, moet je weer tellen. 6, 8, 19, 11,
En 6 is 17. Dus zo kom je er gewoon doodsimpel achter. Wat is de molecuulformule? Dus dat is de naam van het beestje. Kijk, hoe heet dat spul ook weer? Brom. Brom, 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 brom. Bromprobulaat is, en dan krijg je de molecuulformule. Je krijgt bij zo'n soort vraag krijg je er altijd een shit load aan, of dan krijg je er een molecuul of een structuurformule bij. En dan bij je structuurformule, daar zo kun je dan gaan tekenen. Even kijken hoor, noordje 6, 7 en 8. Dat zijn er een heleboel. Even kijken of ik daartussendoor even snel wat korte vragen kan beantwoorden. Arthur, je hoeft Rutherford toch niet te tekenen op de toets? Zou kunnen, maar dat is niet te veel moeite. Want je hoeft dan alleen maar die elektronenbaan een beetje vaag omheen te tekenen. Ofwel, je kiest ervoor om een wolkje te tekenen. En dat is dan ook een manier om de elektronenwolk te tekenen. Isabella, of Isabelle, wat is elektrovalentie? Het aantal elektronen dat in bindingen gaat in een atoom. Dus dat zijn eigenlijk gewoon het aantal bindingen wat een bepaald molecuul hebben. Even, moet je RF-waarde kunnen berekenen op de toets? Nee, nor. Hoe bereik je het massapercentage? Het massapercentage is standaard altijd wat je. Wacht even, dat kan ik beter even opnieuw doen. Massapercentage is nooit zo lastig, maar er wordt wel vaak naar gevraagd. Dus laten we die even strak formuleren. Het massa. Komt hij aan. Massa die je wilt weten. Gedeeld door totale massa. Keer 100 is massa procent. Dat is eigenlijk de meest logische manier van schrijven. Voor deze. Dus zo kun je het massapercentage uitleggen. Hoe doe je vraag 6 op de oefentoets? 6, 7, 8. Waarom heb je die nu al twee keer gesteld? Daar kom ik zo even uit. 6, 7, 8 zijn namelijk de rekenvragen, denk ik. Ja, 6, 7, 8. En vraag 3. Zal ik zo meteen ook even doen. Oké. Ik zie dat de dingetjes allemaal op klik gaat. Oké. Ik begin met vraag nummer 6. En we gaan van daaruit verder. Ik kopieer eventjes de vraag die daar staat. Die kopieer ik eventjes opzij naar de klik. Even iets groter maken. En we hebben daarbij ook de reactievergelijking nodig, dus die zet ik er ook even bij. En die maken we ook even wat groter. Oeh, zo. Goed, vraag nummer 6, dames en heren. Daarna komt 7 en 8, daarna volgt nummer 3. En even kijken, heb ik er nog meer nodig? Nee. Oké, vraag nummer 6. Bereken hoeveel gram water er ontstaat als er 75 gram kalk wegreageert. Nou, in de tekst daarboven ben je er al als het goed is al achter gekomen dat 75 gram kalk, dat 75,0 gram CaCO3 is. Dat staat in die tekst daarboven heel mooi aangegeven. We weten dus ook dat deze 75 gram, die overeenstaat met deze. Daar en daar. Maar we weten ook dat het aantal gram niet zomaar in een reactievergelijking mag. Daarvoor moeten we het eerst omzetten
naar molen. Dus dat is punt naar mol. Want het aantal mol mogen we rechtstreeks invullen en vergelijken. Dus dan moeten we van de massa van carbonaat, moeten we de molmassa van carbonaat kalk hebben. En die gaat vervolgens in de berekening. Ik moet even zoeken in het PIDAS. Ik pak daarvoor tabel nummer 98 uit het PIDAS. En dan kijk ik eventjes naar kalk, naar de molecuulformule van kalk. En dan kijk ik even of daar al meteen een hit is. Want als, daarna, als die namelijk gewoon in tabel 98 staat, dan hoef je niet verder te zoeken. Nou, dat staat hier ook. 100,09 gram per mol. Dat betekent, als ik dus van gram naar mol wil gaan, volgens het rekenschema wat jullie allemaal van me gehad hebben, doen we 75,0 gedeeld door 100,09 is, en dan komen we uit op 0, het blijft heel even het antwoordboek wat ik heb. Ja, 0,7493 en dan een heleboel cijfers. En die heleboel cijfers die mag je allemaal stuk voor stuk gaan overschrijven, maar dat is niet zo'n heel goed idee. Zo'n beter kun je gewoon puntje, puntje, puntje zetten en dan weet ik dat je het niet hebt afgerond, maar dat je wel nog meer cijfers hebt die je door gaat doen. Nou, we hebben het hier nu over mol en dat is het aantal mol kalk. Maar we wilden niet het aantal mol kalk hebben, we willen hoeveel gram water we hebben. Dus moeten wij een overstap maken van hier naar daar. En dat is een overstap die redelijk makkelijk is zoals je ziet. Want hier zo staat een denkbeeldige 1 voor. En daar is ook nog een denkbeeldige 1. Dus de verhouding is exact hetzelfde. Dus mogen we gelijk stellen dat dit ook hetzelfde getal blijft. Molverhouding 1 staat tot 1. Om van hier naar daar te gaan. En zo hebben we het aantal mol water wat er vrij komt. Het enige wat we dan nog moeten doen is we moeten terugrekenen. Want we moeten van het aantal mol water terug naar het aantal gram water. Nou, zoals we hier konden delen door de molmassa, dan gaan we nu dus de andere kant op. En dus wordt het vermenigvuldigen met de molmassa. Dus daar gaat die 75. Oh nee, we gaan niet 75. Dan gaan we eerst weer naar tabel 98. Dan gaan we even kijken of we de molmassa kunnen vinden. Komt die aan. H2O. En dan is het aantal gram per mol, dat is volgens de 98, de speaker, voor mij 18,015 mol. Dus dan kunnen we weer verder gaan rekenen, gaan een beetje naar beneden op het scherm. Dan komt dit getal en dat vermenigvuldigen we met de molmassa. En dan komt daar een resultaatje uit. En dat resultaat is 13,499. En dat is het aantal gram. Eventjes belangrijk, dames en heren, om hier weer te geven. Dat ik hier dus verder ga met de onafgeronde waarde. Dus die puntjes en al die getallen die daaronder zaten, die gaan gewoon mee in mijn berekening. En zo komt er dus ook een antwoord uit die ook zoveel dingen heeft. En dat maakt tot aan het eindantwoord niet uit. Echter zijn we nu bij het eindantwoord. En dat betekent dat we nu in de allerlaatste stap hier onze significantie gaan toepassen. En voor de significantie kijken we altijd naar de opdracht. En we zien hier dat in de opdracht het minimaal, of eigenlijk het enige getal dat hier staat, is 3 significant. En dat betekent dat ons eindantwoord ook maximaal 3 significant is. En dat betekent dat er dus komt te staan, is ongeveer gelijk aan, en dat doe ik meestal met de golfhaakjes.
En dan vervolgens het antwoord in drie significante cijfers. Dus dat zijn hier de eerste drie. Dat zijn die drie. Dus mijn antwoord wordt 13,5. Want ik heb hier natuurlijk die 9 staan. En ik moet wel gewoon afronden zoals we dat gewoon gewend zijn. Dus gram H2O. Wat je hier feitelijk doet, is het volgende. Je doet namelijk, en ik ga het even met een lelijke tabel, ga ik dat even laten zien. Is je hebt hier het aantal gram A. En je hebt hier het aantal gram B. Dan heb je hier het aantal mol A. En hier heb je het aantal mol B. Wat je hier eigenlijk doet, is je gaat via de mol getallen, ga je door naar de andere kant. En dat doe je, min of meer, ik probeer even een mooie pijl erbij te verzinnen. Waar staat die? Die. Dat doe je eigenlijk door deze figuur te nemen. En je gebruikt daarbij de verschillende onderdelen voor de verschillende dingen die je wilt berekenen. Dus je begint hier, je gaat dan vervolgens met de molmassa. Die heb je hier nodig, de molmassa van A, die heb je dan nodig. En daarmee ga je naar de eerste oversteek. Vervolgens kun je hier met de verhouding, kun je de tweede oversteek doen. En die verhouding, die komt natuurlijk uit de reactievergelijking. Dus je hebt hier altijd een reactievergelijking nodig. Nou, en dan tenslotte kun je weer terug en dat doe je dan met de molmassa van B. Hou hier ook goed in de gaten dat je hier dus inderdaad een nieuwe molmassa nodig hebt. Want je hebt het eerst over A, daarna switch je van A naar B en dan begin je daarna met B. Maar behoud dan ook je molmassa in B. Dat is vraag 6. Noor had hem gesteld. Misschien kan Noor zo even roepen of dit nu duidelijk is. Dan ga ik zo verder met 7. Dan kijk ik eventjes in mijn ding. Nieke zegt dat ze kan tellen. Nou, dat is fantastisch. Stef snapt er helemaal niks van. Dus die gaat er vandoor. Dat is ook jammer. Lonneke, klopt de significantie van de antwoorden van de D-toets wel? Ik heb het gevoel dat het niet goed is afgerond. Lonneke, bij welke vraag had je dat gevoel? Want dan wil ik dat graag controleren. Als het goed is, dan zou de significantie in de oefentoets moeten kloppen. Maar ik laat mezelf graag verbeteren door jullie. Want jullie die hebben er soms langer naar gekeken dan ik. Hidde gaat een 10, of Hidde Speld gaat een 10 halen. Dat is mooi. Noor, de volgorde van broompropylaat maakt niet uit. Je mag alle dingen eronder gooien die je wilt. Of sorry, je mag de volgorde van de broompjes of de koolstofjes, die mag je in principe in willekeurige volgorde zetten. Er is wel een gewenste volgorde, maar daar ga ik je niet meer lastig vallen. Alles mag. Noor, ik ben nog bezig met je 6... Even kijken hoor. Oké, even kijken. Lonneke, de D-toets is inderdaad een beetje vergelijkbaar met de echte toets. Anders heeft het geen effect als D-toets. Ik bedoel, als ik jullie wil laten oefenen met de oefenopgave en ik ga je een D-toets geven die er niet op lijkt, dan heb je helemaal geen niks aan die D-toets. Dus ja, laat maar. Dus ja, hij lijkt op de echte toets, anders dan zou dat niet relevant zijn. Wat is het belangrijkste dat je moet weten? Vraagt Jamie. Jamie, ik denk dat het belangrijkste wat je moet weten, is niet zozeer wat je moet weten, maar wat je moet kunnen. En dat is kunnen rekenen met atomen. En dat betekent dat je bepaalde atoommodellen moet kunnen tekenen, maar geheel daarnaast. Wacht even.
is dat je moet kunnen molrekenen. En dat molrekenen, dat wordt juist in opgave 6 en 7 wordt dat gedaan. Even kijken hoor. Dat is het belangrijkste. Oké, Veerle. Nou, die vraag heb ik dus ook beantwoord. Ik kwam hier via Evan. Welke binastabellen zijn nodig? Dat is een goede. Even kijken hoor. Ik sloeg een vraag over van Evan. Ah, ja, ik zie het even. Eerst even, dan de binastabellen. 6. Moet op significantie 2, toch? Dus antwoord fout. En bij 4 geen significantie. Dus wat moet je doen als het allemaal constantes zijn? Bij constantes mag je gewoon steeds doorschrijven. Heb je geen significantie nodig. En bij 6 zeg je dat significantie 2 moet zijn. Maar, hoe kom je daarbij? Want ik denk dat je gewoon met 3 mag schrijven. Die 75. Of was dat die 75? Nee, er staat gewoon 75,0. En dat gaan we delen door. Ik heb 75,0 heb ik staan. Dus dat is het derde significant cijfer. Welke binastabellen zijn nodig? Dit ga ik eventjes roepen en typen tegelijkertijd. Want anders dan krijg je die vraag zo nog een keer. Wat zijn belangrijke binastabellen? Ja, je mag bladaanwijzers gebruiken. Zolang die bladaanwijzers onbeschreven zijn, mag je die gewoon gebruiken. Even kijken hoor. Wat is handig? Ik zou zeggen, je mag er mee schrijven. Of ik ga het zoals ook even typen. 8. Tabel 8 tot en met 12 kun je dingen uithalen. Dan komt een stukje nutteloos spul in het, het natuurkundeblok. Tabel 25 is erg belangrijk. Want daarmee kun je uithalen. Of kun je er, hoe heet het, uithalen? De energie. Of hoe heet het, de massa's van verschillende isotopen. Even kijken. Nou, 40 ook maar eens even noemen. Hier zat er ook nog ergens iets in. Ah nee, wacht, dat hoef ik hier niet te vermelden. Ik denk dat dit de tabellen zijn die belangrijk zijn. Dan is er nog één tabel belangrijk, maar die word je in de toets naartoe verwezen. Dus dat zijn tabellen 8 tot en met 12, 25, 40, 98 en 99. Dus dit zijn de tabellen die denk ik belangrijk zijn. Plus eentje, maar daar kom je in de toets pas achter. En ik heb in de toets geschreven, kijk in deze tabel. Dus dat scheelt je zometeen wat geneuzel. Even kijken hoor. Noor, wat betekent de haakjes bij opdracht 4? Nou, dat is heel simpel. Bij opdracht 4 stond... Daar heb je hem helemaal niet nodig. Bij opdracht 4. Daarboven in die tekst bedoel je zeker. Nou, dit is de formule. Zo. En eigenlijk betekent die haakjes betekenen niet meer dat er CA, dat die gebonden zit aan een OH-groep, maar dat twee keer.
Dus die zit zo aan elkaar vast. En we kunnen dan als molecuulformule kunnen we ervoor kiezen om het CaOHOH te maken. Maar dat vinden we een beetje stom. Dus voegen we het samen. En zoals je dan zegt H2O, dan zeg je altijd deze 2 betekent 2 keer H plus O. Zeggen we nu, oké, we hebben 2 van die OH dingen. Dus dat betekent, in dit geval betekent dat dus Ca plus 2 keer OH. Als dingetje. Johanna. Ja. 11. Ja, oh ja, Johanna die helpt Noor. Oké, check. Even kijken hoor, dan gaan we verder. Bla 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 bla. Geime. Ja, oh ja, was geime. Weet ik veel, jongens. Laat mij lekker even mijn ding doen over de stream. Even kijken, Pinas wel. Waarom kan je bij 4 punten min 1 punten krijgen als er geen significantie is? Even kijken hoor. Dan lijkt het me dat er wel significantie is. Want je moet hem gewoon naar beneden afronden. En dat gaat dan vanuit die 5,00 milliliter. Dus sowieso. Lonneke, van wie heb je nu les dan? Heb je van meneer Vlasman of mevrouw Van Dam? Die zijn trouwens ook hartstikke leuk. Ah zo, nu snap ik je vraag voor vraag 4. Bij vraag 4 heb je inderdaad niet dat er een getal in je, of een getalopgave in je opdracht staat. Maar dan gebruik je het getal in je berekening wat de minste heeft. Dus als je dan kijkt naar vraag nummer 4, dan gaan we calcium uitrekenen. Ik ga hem gewoon even voordoen. Want er staat namelijk het volgende. Dit is de vraag. En dan hebben we nodig hoeveel koper, of sorry, hoeveel calcium. En dan calcium carbonaat. Carbonaat. Dus, dan gaan we kijken en dan zeggen we, calcium weegt 40,08 gram per mol, of u, wat je wilt, maar ik gebruik altijd gram per mol. Dat vind ik namelijk een eenheid, die vind ik sexier. En deze die hadden we net al een keertje opgezocht. En dan hebben we die ook. Nou, dan kun je heel makkelijk uitrekenen hoeveel heb je er dan nodig. Nou, dan krijg je 40, gechargeerd, 40 van de 100 zijn van de calcium. En dan kom je dus ook uit op een percentage wat ongeveer rondom die 40% ligt. Even precies kijken, 40,08 heb ik hier staan. Hartstikke leuk. En nu ga je hier de significantie op toepassen. En die significantie die haal je dus hier nu uit. Uit de opgave. Hier heb je 4 significante cijfers. En hier heb je 5 significante cijfers. Het minste aantal significante cijfers die gebruik je altijd. En dat is dus altijd in dit geval, of dat is nu in dit geval, is dat hier 4 significant. Dus druk je je antwoord hier zo ook uit.
in 4 significante cijfers. Je pakt dan altijd de minste aantal significante cijfers daarvoor. Arthur, waarom kun je bij 4 niet opschrijven CaO2H2? Ja, kan ook, in principe. Maar omdat we graag de OH-groepjes goed zichtbaar willen houden, kiezen we er dus voor om die haakjes te gebruiken. En omdat we jullie graag willen laten nadenken over wat er nou eigenlijk staat. Komt dat ook. Jaime gaat op Spaans, dat is hartstikke leuk. Doei. Isabelle, waarbij moet je bij het molrekenen ook kruistabellen gebruiken? Of zoals u net deed bij de berekeningen. Isabelle, er zijn eigenlijk twee varianten om om molberekeningen te doen. Je kunt ofwel die manier gebruiken zoals ik dat net deed, waarbij je dus de molmassa gebruikt en daarmee ga je delen of vermenigvuldigen. Een andere methode is, en dat is de methode uit het boek. En het boek zegt, je doet het met kruistabellen. En ik geloof dat inderdaad meneer Vlasman die deed het met de kruistabellen. En dat is net zo goed. En je komt op dezelfde dingen uit. Dus dat is even goed. Kun je gewoon gebruiken. Sterker nog, mag je ook zeker doen. En als je daarmee geoefend hebt, dan is dat misschien zelfs een ontzettend goed idee. Mevrouw Van Dam, en die houdt ervan om ons D-toetsen te geven die erg afwijken van de normale toetsen, waardoor je niet zo goed voorbereid bent. Nou, dan heb ik voor jou, Lonneke, in 4 VWO een uitstekend nieuwtje. Ik ben de coördinator, of de jaarlaagcoördinator voor 4 VWO, dus ik maak altijd de toets en ik maak eigenlijk ook altijd de D-toets. Dus als je die gewoon eens gaat bekijken, dan denk ik dat je redelijk tevreden gaat zijn met het eindresultaat. Jullie hebben hem al doorgestuurd, super. Ja, even, klopt. 100,9 en 80,08 zijn inderdaad allebei constanten, dat klopt. Maar je gaat die constantes, daar ga je nu iets mee doen. En het getal wat daaruit komt, en dat is namelijk die 40,04 met een hele hoop geneuzel erachteraan, dat is geen constante. En omdat die geen constante is, zul je die gewoon aan de significantieregels moeten uitgooien of ondergooien. Oké, dan gaan we even kijken naar vraag nummer 3. Ik ga hem eventjes erbij pakken. Oh ja, 7 en 8 zal ik zo meteen ook nog even doen, Noortje. Die komen zo nog even. Zo. Het calcemion. Het calcemion die kun je in tabel nummer 99 opzoeken. En dan zie je dat calcium het massagetal 20 heeft. Dus calcium heeft massagetal 20. En oxidatiegetal plus 2. Vervolgens, dat halen we even uit T98. Dus dat is die. Vervolgens gaan we naar tabel nummer 25 om erachter te komen wat dan de meest voorkomende isotoop is. Dus de isotoop die het meest voorkomt in de natuur. Even kijken hoor. Dat is deze. Tabel nummer 25. Dan gaan we even naar 25 toe. Ik weet ook even niet meer wat het antwoord was. Misschien moet ik het antwoord even bijpakken.
Ze staan daar gesorteerd op atoomnummer. Dus dat is makkelijk. Ik zeg het trouwens helemaal fout. Oh, wat slecht. Atoomnummer. 20. En dan zie je dat de meest voorkomende, dat is met een eindscore van 96%, is dat degene met massagetal 40 komt 96,9% voor in de natuur. Dus dat is de meeste, dus daar gaan we mee verder. Goed, wat willen we nu weten? We willen 3 onderdelen. We willen het volgende willen we zien. We willen hoeveel P plus, hoeveel E min, hoeveel en neutraal. En dit is hoe ik ze altijd noteer, want dat is lekker kort en dat past ook mooi in een kern. Dit is geen zinste manier waarop je dat per se zou moeten doen. Dit willen we gaan bekijken. Komt ie aan. Het aantal protonen is gelijk aan het aantal, of gelijk aan het atoomnummer. Dus die kunnen we gewoon overnemen. Het aantal elektronen is ook makkelijk, want als wij weten dat er 20 plus ladingen zijn, dat betekent, of als er 20 protonen zijn, dan zijn er ook 20 plus ladingen. 20 plus ladingen, daar moeten negatieve ladingen tegenover staan. Dat zijn mijn elektronen. Nou zijn er blijkbaar zoveel elektronen dat er in het oxidatiegetal 2 plus overblijven. Dus dat betekent dat er meer plusladingen aanwezig zijn dan dat er negatieve ladingen zijn. En maar liefst 2 in dit geval. Dus we hebben hier 18 elektronen. Want dan hebben we 18 min 20 min 18 is 2 plus en dat is de lading die het beestje heeft. Dan als laatste het massa of het aantal neutronen. Daarvoor doen we het massagetal min het aantal protonen en komen we uit op 20. Nou, als je deze hebt, dan heb je het eigenlijk al in zoverre goed. Het enige wat je dan nog moet doen, is je moet hem in de richting van het atoommodel doen. En nou, dat wordt waarschijnlijk KBS, maar laten we het eens proberen om dat in Word te tekenen. Ik wil er geen kleurtje in. Heb ik dan een tekstveld? Tekst toevoegen. P plus, 20 en 0. En dan hieromheen komen er vervolgens schillen. En die schillen die ga ik eventjes niet erbij tekenen, want dat wordt echt een teringbende. Dat komt er in ieder geval op neer dat er een plaatje ontstaat zoals die ook in het antwoordmodel staat. Dat is dit plaatje. En daarbij kan ik voor nu gewoon even heel simpel bijvertellen dat er natuurlijk 2 elektronen in de K-schil passen, 8 in de L-schil en dan vervolgens 18 in de M-schil. Dus die 18 elektronen die we hebben, dan gaan de 2 in de K-schil, 8 in de L-schil, dan hebben we er 10 gebruikt en dan houden we er dus nog 8 over. En die 8 elektronen die gaan in de M-schil. Yes? Dus dat is de volgorde voor opgave nummer 3. Dan ga ik heel even kijken wat in het antwoord staat. Oh ja, nu zie ik het. Ja, dus moest gewoon 2020 en 18. Ik zie dat ik daar zit te slapen. Of ik heb er gewoon copy-paste van die daarboven gedaan. En ik heb het niet aangepast. Denk ik. Oké. Even kijken hoor. La 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 la.
Ik zie dat er Lisa. Lisa is toch geen 4V, hè? Wat heeft Lisa? Nou. Goed verhaal. En dan komt er rust doorheen. Hartstikke leuk. Even. Dag Lars. Wie is Lars? Ik heb geen idee wie Lars is, maar niet uit. Dag Lars. Wat is precies de octetregel? Veerle. Ja, heel goed. Veerle, de octetregel. Dat is zo simpel als er zit een 8 elektronen. Even kijken. Simpel. Octet. Daarvan kun je deze drie onderdelen kun je bedenken. Dat is oct. En oct, dat betekent 8. En dat betekent dat die 8 elektronen in de buitenste schil heeft. En als die dat heeft, dan wordt hij daar blij van. Dat is de octetregel. Anna Czabo. Oh, dat is een mooie Hongaarse naam. Czabo. Het oxidatiegetal die kun je op in tabel nummer 99 vinden. En dan staat die per element. Even kijken of ik het een beetje fatsoenlijk kan ophouden voor de camera. Moet ik even goed kijken naar het wijs. In het hoekje vinden. En dan staat er een mooi getalletje. En denk hierbij aan. De waterstof staat plus 1 en min 1. En daaronder staan allemaal plus eentjes. En aan de andere kant zie je dat bij helium er overal nulletjes staan. Daar kun je de oxidatiegetallen vinden. Even? Ja, dat klopt. 288. Ja, ja, ja. Top, top, top. Lucas, ik zit niet in uw klas, maar ik vroeg of u kunt uitleggen hoe ik een atoom kan tekenen volgens het atoommodel van Rutherford. Rutherford is een beetje kinderachtig. Die is lekker makkelijk om te tekenen. Want dan krijg je gewoon een bolletje zoals deze. Ik ga hier even Rutherford van maken, van dit ding. Rutherford wist niet dat er al een verdeling was in schillen. Dus Rutherford die kon dat niet tekenen. En die tekende in plaats daarvan, tekende die dat er een soort van verschillende banen waren. Dus, en die liepen dan als een soort van planeetstelsel rond de kern. En hoe dat precies allemaal verder in elkaar stak, dat wist hij eigenlijk ook niet. Het enige wat hij wist is dat ze daar rondomheen bewogen. En dan ziet het er ongeveer, op zijn allermooiste ziet dat er ongeveer zo uit. En die gingen gewoon zo rondomheen. En dan kon je daarbij schrijven dat het er zeg maar, nou, dat is hier de bijschrijving bijvoorbeeld, dat er hier zo 18 elektronen in zaten. Wow, hier gaat iets mis. E min. En dan heb je het atoommodel van Rutherford getekend. Het is gewoon een aantal mooie dingen. Je kunt in plaats van die kringeldingen, mag je ook de elektronenwolk tekenen. Als een wolkje. Heb ik een wolkje? Wolkje, 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 wolkje. Ja, ik heb een wolkje. Nee, dat is geen wolkje. Ga weg. Ga weg. Goed zo. Vorm van een wolkje. Wolkje! Dat je zegt, ik heb een elektronenwolk. Dan mag je dat ook zo tekenen. Superleuk. Hoef je niet die twee denkdingen eronder te doen, maar dit zou ook kunnen. Ja, Noortje, vraag nummer 7. Laten we die even doen. Vraag nummer 7. Vraag nummer 7 was volgens mij de moeilijkste uit het hele circus. Edelgasconfiguratie als de buitenschijn vol is, maar ook als de. Ja, even beide. Edelgasconfiguratie hoort inderdaad bij de octetregel. Jullie geven de goede antwoorden al in de comments. Johanna, het klopt inderdaad dat ze perfect gevuld zijn standaard bij de edelgassen.
Maar alle anderen die op een gegeven moment ook bij die configuratie komen, die gaan zich daarna ook gedragen als een edelgas. En daarom zeggen we dat die dus dan ook een edelgas zijn. Even kijken, ik ga vraag nummer zoveel doen. Nee. Bereken hoeveel gram azijnzuur er kan reageren met 5 milliliter azijnzuur. Wat we dan gaan doen is, we gaan een moeilijke complexe berekening doen. In de tekst daarboven staat één belangrijk gegeven, wat ik hier graag even ook noteer. Want die gaan we namelijk als eerste gebruiken. Dat is namelijk de dichtheid van de azijnzuuroplossing. En die is 1,006. Goed. Daar gaat hij. Ik wil weten hoeveel gram kalk er ontstaat. Maar daarvoor vertrek ik vanuit milliliters. Wat ik dan ga gebruiken, is ik ga van milliliters, moet ik omrekenen naar het aantal grammen. Moet ik gaan omrekenen naar het aantal mol. En dat is allemaal binnen de azijnzuur. Dus dan weet ik hoeveel mol azijnzuur ik heb. Vervolgens doe ik de molverhouding toepassen om van die azijnzuur over te springen naar de kalk. En dan weet ik hoeveel mol ik daarvan heb. En dan kan ik weer terugrekenen naar het aantal grammen. En dat is dan wederom van de kalk. Dit is eigenlijk wat ik ga doen, even als stappenplannetje. Ik ga deze even kleiner maken, dan kunnen we hem in de buurt houden en dan gaan we dat doen. Als je in het rekenschema kijkt, dan zie je dat de milliliters naar grammen, dat je daarvoor moet vermenigvuldigen met de dichtheid. Dus dat is 5,00 keer de dichtheid. En de dichtheid die was gegeven, 1,006 gram per milliliter, kom je uit op een antwoord. Ik pak even het antwoordmodel erbij, anders moet je het zelf gaan lopen rekenen. 5,03 gram azijnzuur. Vervolgens moeten we dat aantal gram moeten gaan omzetten in het aantal mol. Dus dan moeten we de molmassa uitrekenen. En die molmassa die bedraagt 60,052. Molmassa azijnzuur is 60,0232 gram per mol. Oh, dat is te groot voor je regel. Ietsje kleiner. En daarna gaan we van gram naar mol rekenen. Dat is wat we nu gaan doen. Om van gram naar mol te gaan, moet je delen door de molmassa. Dit is iets wat je gewoon uit je hoofd moet leren vanuit die tabel die ik gegeven heb in de les. En dan kom je uit op een getal wat niet zo mooi is afgerond. Namelijk deze. Hop. Ja, kom er maar door. Zo. Zoveel mol. En dat is dan het aantal mol azijnzuur. Nou, vervolgens komt de reactieverhouding weer om de hoek kijken. En dat, die reactie die staat nog steeds in de tekst. Dat is nu deze reactie nog steeds. Maar wat we nu doen, is we gaan van de azijn gaan we naar de kalk. En dan zie je een reactieverhouding ontstaan. Namelijk, want we willen tussen deze en deze willen we gaan kijken. Ik markeer ze even met groen. Maak ze nog even iets groter. Hoop. Daartussen willen we gaan kijken. En wat zien we dan? We zien dat er twee azijn reageren met één kalk. Dus als wij dan zoveel mol azijn hebben, dan betekent dat de helft daarvan is het aantal mol kalk. Want voor iedere die we hier hebben, hebben we de helft daar. Dus dat is de molverhouding die we nu toepassen. Nou, als we die even invullen met getalletjes, dan is dat 0,04188... mol. Let erop dat ik hier steeds onafgeronde getallen gebruik. En dat die puntjes dus steeds nu meegaan door de berekening. Het was een zuiver toeval dat dat hier niet het geval was. Want dit was gewoon het hele getal van het antwoord.
Als we dan het aantal mol kalk hebben, dan kunnen we vervolgens ook doorrekenen naar de volgende set. En dat is 0, keer de molmassa van kalk. En dan komen we uit op het antwoord. En dat is 4,191 gram. Dan als laatste stap natuurlijk, gebruik je significantie en we kijken daarvoor terug naar de opdracht. Dat is namelijk de plaats waar 9 van de 10 keer gebeurt. En we zien daar zo een 5,00, dus dat zijn 3 significante cijfers. 3 significante cijfers, 4,91 gram. Kalk. Zo komt hij daaraan. Even kijken hoor. Noor, dat was opgave nummer 7. Kijk even of dat werkt. Even, geen dank voor je... Bedankt voor je vragen en geen dank voor de antwoorden. Heel veel succes morgen. Johanne, oh, die blijft nog wel hangen. Wanneer moeten we weer zoiets doen als dat opzoeken van een halogeen en dan bijvoorbeeld hoger met een dinges? Ja, laat ik daar heel kort over zijn, Isabelle. Dat hoef je niet te doen tijdens de toets. Anna, is het bijvoorbeeld ook zo dat je een calcium hebt, oxidatiegetal 2+, dat de elektronenconfiguratie dan hetzelfde wordt als argon? Ja, inderdaad. Dat is in principe hier wat er gebeurt. En omdat hij op argon gaat lijken, wordt hij dus ook blij. Dus, en een blij atoom betekent dat hij niet meer verder reageert. En dat is het hele doel van een ion zijn. Dus altijd teruggaan naar een lading die ervoor zorgt dat de elektronenconfiguratie gelijk, gelijk wordt aan de concentratie. Nee, aan die van een edelglas. Waar is mijn pen gebleven? Noor, ja, dit is oefenen. Oefenen. En dat had je best al even ietsje eerder mogen doen. Zeker die molberekeningen. Want anders dan wordt dat nog best lastig morgen, denk ik. Hoewel je morgen ook wel heel veel verhoudingen gaat krijgen. Dan weet je dat vast. Maar die verhoudingen rekenen en dat je heel goed moet lezen wat je moet doen. Ik ben echt benieuwd wat jullie van mijn toets vinden. Want hij is best wel heftig. Even kijken hoor. Had ik nou een vraag nog? Oh, vraag 8. Ja, dat is een conceptuele vraag. Het moment waarop de douchekop wordt schoongemaakt, heeft invloed op hoe snel de douchekop schoon is. Leg uit of de douchekop sneller schoon is voor of nadat je zelf hebt gedoucht. Er gaat op het moment dat je hem schoonmaakt, een chemische reactie lopen. Dat is deze chemische reactie. En als deze chemische reactie gaat lopen, dan weet je van een chemische reactie, die heeft een aantal reactiesnelheidsfactoren. Reactiesnelheidsfactoren. Dus 3 keer woordwaarde bij een willekeurig spelletje Scrabble. Er zijn 5 reactiesnelheidsfactoren die je behoort te kennen. En dat zijn de volgende. De soort stof, de verdelingsgraad, de concentratie, de temperatuur en de katalysator. Nou, in dit geval zien we dat de douchekop, die zal op het moment... de douchekop die zal voor of nadat die is gebruikt, zal die sneller of minder snel reageren. Nou, de soort stof in de douchekop die blijft hetzelfde, dus dat zal niet zijn. De verdelingsgraad, nou, de kalk zit gewoon op de douchekop, dus die zal niet gaan verschuiven. Dus de verdelingsgraad zal het ook wel niet zijn. De concentratie van de azijnzuur, die lever je van tevoren zelf aan. En of die douchekop nou net wel of niet gebruikt is, die concentratie zal ook niet zoveel veranderen.
De katalysator, nou, die heb jij er niet in gestopt, dus die zal er ook niet magisch bij komen. Dus het moet wel hier aan de temperatuur liggen. Nou, wat was het effect van de temperatuur op de reactiesnelheid? Nou, daarvan weten we misschien nog wel. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de reactiesnelheid. En hoe hoger die reactiesnelheid, hoe sneller de reactie verloopt. Nou, wanneer zal die douchekop het warmste zijn? Nou, dat zal over het algemeen zijn nadat iemand gedoucht heeft. Ik hoop dat jullie dat in één keer met mij eens zijn. Nou, en als de temperatuur dan hoger is, dan zal de reactie dus sneller verlopen. Dus is die douchekop sneller schoon. Dus dat is vanuit hoofdstuk 1 goed te beargumenteren. Heb ik. Yes. Ja, Emma Heupeman vraagt of ik nog een verhouding kan doen. Ja, ga ik even een opgave opzoeken. Er komt nog één verhoudingsvraag nu aan en daarna dan stop ik ermee, want ik heb er genoeg van. Een verhoudingsvraag. Chemische rekenen. Nou, dit is een vraag die je zou kunnen verwachten. Even kijken hoor. Iets groter maken. Nou, deze vraag die kunnen we zo even gaan doen. Lees hem even door, zou ik zeggen. Kaliumsuperoxide. Yes, nou, ik ga beginnen. Oké, er staat hier zo een bepaalde hoeveelheid koolstofdioxide die er per ademing uitkomt. Dat is een hele specifieke hoeveelheid koolstofdioxide. En die koolstofdioxide die staat ook in de reactievergelijking. Wat is nu de vraag? Bereken hoeveel gram zuurstof er dan volgens de volgende reactie ontstaat. Dus het aantal gram zuurstof, dat is hetgeen wat we willen weten. En die staat hier in de chemische reactie. Dus wat gaan we doen? We gaan via zo'n boogje en zo gaan we dus berekenen. We hebben het aantal gram hier, we willen het aantal gram daar. Dus we beginnen met het omrekenen van hier naar mol, dan de molverhouding en dan gaan we weer terug. Dus daar gaan we. 0,0468 gedeeld door de molmassa van CO2 en dat is dan ... mol CO2. Nou, die moeten we dus even invullen. Molmassa CO2, wat is dat? Dat is de massa van koolstof plus 2 maal de massa van zuurstof. En dat is dan 44,01 gram per mol. Nou, als we die dus weten, dan kunnen we die dus nu hier gaan invullen. En dat betekent dat we uitkomen op het volgende resultaat. 44,01. Dan moet ik even mijn rekenmachine aansluiten. Die heb ik ook natuurlijk niet in mijn hoofd zitten. 0,00106... mol per mol CO2. Nou, dan gaan we kijken naar de verhouding. De verhouding hier is 4 van deze worden 3 van die.
Dus dan is de makkelijkste manier om altijd even terug te rekenen naar 1 en vanaf dat moment verder te gaan. Dus dat betekent dit getal hier, dat rekenen we even terug naar 1 door te delen door 4 en vervolgens te vermenigvuldigen met 3. Dan komt daar vervolgens een getal weer uit, dus dat is delen door 4 vermenigvuldigd met 3, komt uit 7,975 ... keer 10 tot de macht min derde. Dus dat is 10 tot de macht min vierde zelfs. Mol O2. En dames en heren, let nu op, we hebben dus hier gerekend met de molverhouding. En omdat we hier nu met de molverhouding gerekend hebben, is nu de stof van soort veranderd. Want we hadden eerst de CO2 en dat is nu dus de mooie groene O2 geworden. Vervolgens, morgen normale rekenmachine, geen grafisch, Johanne. Vervolgens gaan we weer terugrekenen. Dus dat betekent dat we dat getal weer naar het aantal gram gaan brengen. Dus dat betekent dit vermenigvuldigen met de molmassa van zuurstof. Voor de molmassa van O2, dat is dus eigenlijk gewoon dit stukje. Dus 32 is gelijk aan het aantal gram. En dat is 32. 0,0255... Ik zal nog even een paar getallen bijzetten voor de vorm. En die mogen we vervolgens weer gedeeltelijk afronden. En dat doen we natuurlijk weer met zo'n golfding. En dan komt er uit 0,0255 gram O2. Dit is hem. Nogmaals zo'n verhoudingsding. En die verhouding die zit dus eigenlijk echt in het midden. Want je moet even heel belangrijk, ik zal het er nog ook even onder zetten. Het is eerst naar mol, dan verhouding en daarna weer terug naar gram. Let bij deze vragen. Deze vragen altijd goed op welke eenheid het antwoord moet hebben. Die zin die loopt niet lekker. Dit staat in de vraag. Oké, even kijken hoor. Is het vooral rekenen op de toets of zijn het ook vooral veel leerdingen? Als je de oefentoets bekijkt, dan denk ik dat er relatief gezien net iets meer rekenen in zit. Maar ik kan niet zo snel even een uitspraak doen over de hoeveelheid. Kan ik dat wel doen? Ik denk dat ik dat wel kan doen. Wacht even hoor. Moet ik even de toets zoeken. Even wachten hoor. Ik ga zo heel even, rekenen. Oh, daar gaat alles er vandoor. Nee, ik snap dat je dat geen probleem vindt, Gaime. Maar dat vinden mijn collega's niet leuk. En ik wil ook zien dat jij wat doet. Dus, even kijken hoor. 2. Een, drie, een, twee,
plus 2 plus. Dat is hem al. Oh, hier nog 3. Even kijken hoor. 5, 8, 9, 11, 13, 16. 16 punten. 16 punten. 16 punten van de 34 punten zijn rekenvragen. Dus ongeveer de helft van de toets bestaat uit rekenen. De andere helft bestaat uit leerdingen en andere rotzooi. Dus bijvoorbeeld atoommodellen of scheidingsmethoden. Of atoommodellen en dan de reactiesnelheid of weet ik veel. Dus dat zijn verschillende dingen. Ongeveer de helft is rekenen. Ongeveer. Kijk, toch met 10 mensen. Ja, is goed. Noor, ik woon in Apeldoorn. Succes met zoeken waar. Apeldoorn is groter. Ja. Oké. Oh, dan moeten jullie natuurlijk ook weten hoeveel totaal. Het zijn in totaal 34 punten, geloof ik, uit mijn hoofd. Ongeveer. Maar daar zal ik waarschijnlijk wel een fout in zitten, als ik het zo bekijk. Yes? Goed, dames en heren, zijn er dan op dit moment nog andere vragen? Zo ja, dan moeten jullie nu even in de comments gooien. Zo nee, dan ga ik hem zo afkappen en dan was dit er. Beide is natuurlijk goed, maar ik hoor het graag even van jullie. Ja, mee. De hoofdstuk 1, de scheidingsmethode, de reactiesnelheidsfactoren en er was nog één belangrijk ding. Maar dat zijn allemaal leerdingen van hoofdstuk 1. Dus ik moet even spieken naar dat derde ding. Scheidingsmethode, de reactiesnelheid. Ja, en dan bij de reactiesnelheid in zit een stukje botsende deeltjesmodel. Die is ook wel belangrijk dat je die even kijkt. En snapt. Dus dat is hem ook nog even. Goed, dames en heren, ik wens u een bijzonder fijne avond. Succes nog even als je nog even wat doorleert. Maak het vooral niet te laat, want dan ben je morgen niet uitgeslapen en dat soort rotzooi. Dus ik ben benieuwd. Ik ga morgenavond kijken als het goed is de toets van jullie allemaal. Dus dat betekent dat ik lekker zaterdag kan nakijken. Ik hoop dat ik dan zaterdag al wat voorlopige cijfers op magister kan zetten. Dat is natuurlijk geen garantie voor niks, want dat gaat natuurlijk veranderen. Maar de voorlopige cijfers zullen dan snel eruit komen. Ik ben blij om te lezen, Johanne, dat het in ieder geval jou een stukje geholpen heeft. Heel veel succes morgen, heel veel plezier. En natuurlijk geniet ervan.